Het luie en het ijverige meisje. Er was een huis in een dorp ver weg. Een huis waar een man en een vrouw woonden. Beiden hadden één dochter van een eerder huwelijk. De vrouw hield erg veel van haar dochter. Ze gaf haar altijd nieuwe kleren en vroeg haar nooit om werk te doen. Haar dochter werd dus erg lui. Ze zat de hele dag maar rond te hangen en zichzelf te bewonderen. Aan de andere kant behandelde de vrouw haar stiefdochter erg slecht. Waarom zit jij hier? Sta op en maak het huis schoon. Maar moeder, ik heb het huis net vanmorgen schoongemaakt. Discussieer niet met me. Doe gewoon wat ik zeg. Ja, moeder. De vrouw dwong haar al het werk te doen en toch klaagde het meisje nooit. Ze deed hetzelfde werk keer op keer, maar werd nooit moe. Haar vader zag het allemaal gebeuren. Zijn hart deed pijn voor haar, maar er was niks dat hij kon doen. In de loop van de tijd was hij erg zwak geworden en bleef zich niet goed voelen. Mijn lieve dochter, het spijt me zo dat ik je niks kan geven. Nee, vader, heb geen spijt. Je hebt je hele leven voor me gezorgd en van me gehouden. Nu is het mijn beurt om voor jou te zorgen. Ik zal werken en veel geld verdienen. Dit is een moeilijke tijd voor ons. Het zal snel voorbij zijn. De vrouw was stilletjes naar dit alles mee aan het luisteren. Waarom heb ik hier zelf niet aan gedacht? Ik moet haar wegsturen en bij een rijke familie laten werken. Ik zal haar wegsturen om geld te verdienen. Alles wat ze verdient, zal van mij zijn. Ik en mijn dochter zullen dan het leven hebben wat ik altijd wilde. Je hebt gelijk. Je vader blijft vaak ziek, weet je? En dan zijn er andere kosten. Waarom ga je niet bij een rijke familie werken? Je kan een goede bediende zijn. Hoe durf je? Waarom stuur je jouw dochter niet? Oh, ik zou het doen. Maar weet je, ze is altijd bezorgd om haar mooie handen en haar kleine voetjes. Ze zal haar schoonheid verliezen als ze moet werken. Daarnaast is jouw dochter toch echt niet zo mooi. Haar laten gaan om te werken zal geen schade aanrichten. Dan is het besloten. Morgenochtend zal je vertrekken om werk te zoeken bij een rijke familie. Oh, wat weet zij nu over schoonheid? Je hoeft niet te werken, mijn kind. Nee, vader. Ik wil werken. Niks goeds komt uit het verwaarlozen van onze taken. Geen zorgen. Je hebt het me goed geleerd. Ik weet dat op een dag mijn inspanningen beloond zullen worden. De volgende ochtend stond het meisje klaar om weg te gaan. Ze zou werk gaan zoeken bij een rijke familie. Haar stiefmoeder gaf geen eten of water mee voor de reis. Maar het maakte het meisje niets uit. Zo goed voor jezelf, mijn kind. En denk eraan, zeg nooit nee tegen iemand die om hulp vraagt. En wees ijverig. Wat je ook doet, doe het met heel je hart. Ja, ik zal eraan denken, vader. En de dochter ging weg. Ze liep van heuvel tot heuvel, maar ze vond niets. Ze liep dagenlang, maar zag niemand. En toch verloor ze haar hoop niet. Ze herinnerde zich wat haar vader had gezegd. Zeg nooit nee tegen iemand die om hulp vraagt. En wees ijverig. Wat je ook doet, doe het met heel je hart. Oké, nu moet ik me focussen op het vinden van werk. Dat is wat ik moet doen. En ik zal het met heel mijn hart doen. Het maakt niet uit hoe lang het duurt. Ik geef niet op. Een stukje verder kwam ze een pratende boom tegen. Het was compleet opgedroogd. Hallo meisje, jij lijkt ergens op weg naartoe te gaan. Wil je me helpen om van mijn droge takken af te komen? Ik zal je een goede daad terug doen. Oh, maar natuurlijk. Het meisje klom toen omhoog en brak alle droge takken af met haar handen. Ze stopte niet voordat de boom van al zijn droge takjes verlost was en klaar was om nieuwe bladeren en fruit te laten groeien. De boom bedankte haar en het meisje liep verder. Een stukje verderop vond ze een stervende struik. Net naast de struik
stond een vreemd uitziende schep. De struik sprak tot het meisje. Hallo, wil je naast mijn wortels ploegen? Ik zal je een goede daad terug doen. Het meisje nam de schep en begon te ploegen. Ze ploegde en ploegde tot haar handen zeer deden. Oh, je handen zullen wel pijn doen. Dat zit wel goed. Ze worden wel beter. Jij had hulp nodig en ik moest je gewoon helpen. De struik bedankte haar en het meisje liep verder. Even verderop kwam ze langs een kapotte oven. En het riep naar haar. Klein meisje, zou je me willen schoonmaken en netjes maken? Ik zal je een goede daad terug doen. Het meisje zag dat de oven veel barsten had. En ze dacht een tijdje na. Ze bracht toen wat modder en mixte het met haar voeten. Ze gebruikte toen die modder om alle barsten te bedekken. De oven was nu zo goed als nieuw. Dank je, maar je handen en voeten zijn nu smerig geworden. Dat geeft niet. Ik maak ze schoon met water. Je had hulp nodig en ik moest je gewoon helpen. Het meisje liep toen weer verder. Een stukje verderop kwam ze een kapotte put tegen. En het sprak tegen haar. Oh, hallo! Zou jij het brakke water eruit willen halen en me willen opknappen? Ik zal je een goede daad terug doen. Het meisje haalde al het brakke water eruit en poetste de put helemaal schoon. Oh, maar nu zijn je kleren verpest. Dat geeft niet. Ik kan ze schoonmaken. Je had hulp nodig en ik moest je helpen. De put bedankte haar en het meisje liep verder. Even verderop hoorde ze een lief klein stemmetje. Het was een hond. De hond zat vol modder en had lang haar. Wil je mijn haren knippen en me in de rivier baden? Ik zal je een goede daad terug doen. En het meisje deed hetzelfde. De hond zag er nu gelukkig en gezond uit. Ze bedankte het meisje. Het meisje waste zichzelf in de rivier en liep door. Al snel werd het donker. Ze kwam voorbij een huis. Daar leefden 7 feeën. Sorry dat ik jullie stoor, maar het is donker buiten. Zou ik hier mogen overnachten? Waar ga je naartoe? Ik ben op zoek naar wat werk. Is dat zo? Waarom werk je niet hier? Er zijn 7 kamers. Je moet alle 6 kamers elke dag schoonmaken. Maar denk eraan, ga nooit de 7e kamer binnen. Ga je akkoord? Oh, ik ben zo dankbaar. Dank jullie. Ik zal doen zoals jullie het zeggen. En zo deed het meisje het. Ze werd elke dag wakker en maakte alle 6 kamers schoon. Ze keek nooit naar de 7e kamer. Een jaar ging voorbij en ze had genoeg geld verdiend. Ze wilde teruggaan naar haar zieke vader. Voordat je weggaat, vertel ons, was je niet nieuwsgierig naar de 7e kamer? Mijn vader heeft me geleerd om altijd mijn taken te doen. Zolang als ik hier heb gewerkt, was het mijn taak om jullie te gehoorzamen. We zijn blij met je eerlijkheid, kind. Je ijverigheid maakt indruk op ons. Kom met mij mee. Het is tijd voor je beloning. De feeën namen het meisje naar de 7e kamer. En daarbinnen waren bergen van gouden en zilveren munten. Ga en rol door de munten. Wat aan je blijft vastzitten, is van jou. Het meisje deed zoals gevraagd. Ze rolde zich door de hopen van gouden munten. En daarna in de hoop met zilveren munten. Ze schitterde als een ster met al die munten die vastzaten aan haar. Ze zwaaide tot ziens naar de feeën en ging weg. Op de weg terug vond ze de hond die ze in bad had gedaan. De hond had nu lange parels in plaats van haren. Kom meisje, je hebt me geholpen toen ik het nodig had. Kom en pak zoveel parels als je wil. Het meisje wikkelde de ketting van parels om haar handen, benen en nek. Ze dankte de hond en liep verder. Een stukje verderop kwam ze de put tegen die ze had schoongemaakt. Kom meisje, je hebt me geholpen toen ik het nodig had. Kom, drink water en bles je dorst. Er waren veel potten in de buurt van de put voor reizigers. Het meisje nam een pot, vulde het met water en dronk totdat ze genoeg had gehad. Ze bedankte de put en liep verder.
Verderop kwam ze de oven tegen die ze had verzorgd. Kom, meisje. Je hebt me geholpen toen ik het nodig had. Kom dit verse brood en cake eten. Dus at het meisje zoveel ze wilde en ze nam het mee voor haar vader. Ze bedankte toen de oven en liep verder. Even verderop kwam ze de struik tegen waar ze had geploegd. Kom, meisje. Je hebt me geholpen toen ik het nodig had. Kom wat druivensap drinken. En dus dronk het meisje zoveel ze wilde en nam wat mee voor haar vader. Ze bedankte de struik en liep verder. Een stukje verderop kwam ze de boom tegen die ze had geholpen. De boom was groen en zat vol met peren. Kom, meisje. Je hebt me geholpen toen ik het nodig had. Kom hier en eet wat verse peren. En dus at het meisje zoveel ze wilde en plukte een paar peren voor haar vader. Ze bedankte de boom en liep verder. Toen ze thuis kwam, was ze enorm blij haar vader te zien. Hij was niet ziek meer en wachtte op haar bij de deur. Ze rende naar hem en knuffelde hem hard. Toen de moeder kwam, was ze geschokt om de vader beter te zien en de dochter ontzettend rijk. Ze was van top tot teen bedekt in goud, zilver en nog veel, veel meer. Ze negeerde de moeder en de vader en dochter liepen naar binnen. De stiefmoeder realiseerde zich dat haar man voor haar niks zou achterlaten. Ze riep onmiddellijk haar dochter en vroeg haar werk te gaan zoeken in een rijke familie. Luister nu, jij. Jij moet meer geld verdienen dan haar. Ik heb vertrouwen in je. Zij heeft parels. Geef mij robijnen. De dochter zwaaide tot ziens en begon te lopen. Ze liep niet lang toen ze langs een boom kwam die compleet opgedroogd was. De boom vroeg haar om hulp om zijn droge takken te verwijderen in ruil voor een goede daad. Nee, dat aard. Ik ga mijn handen en mijn mooie voeten niet vies maken voor jouw droge takken. Maakt niet uit waarvoor. En ze liep door. Even verderop kwam ze langs een stervende struik die haar vroeg naast zijn wortels te ploegen in ruil voor een goede daad. Onder deze brandende zon, ik ga mijn schone handen en mooie voeten niet vies maken voor jouw stervende takken. Maakt niet uit waarvoor. En ze liep weer door. Even verderop kwam ze langs een kapotte oven die vroeg voor haar te zorgen in ruil voor een goede daad. Ik ga mijn handen en mooie voeten niet vies maken. Maakt niet uit waarvoor. Een stukje verderop kwam ze langs een bron die haar vroeg haar schoon te maken in ruil voor een goede daad. Jij bent een bron met water. Maak jezelf schoon. Ik ga mijn handen en mooie voeten niet vies maken. Maakt niet uit waarvoor. Even verderop kwam ze een hond tegen die haar vroeg te wassen in ruil voor een goede daad. Maar het meisje rende schreeuwend weg dat ze niet haar handen en mooie voeten vies zou maken voor wat dan ook. Even verderop kwam ze bij een huis en vroeg of ze daar mocht overnachten. Het was het huis van de 7 feeën. En net zoals eerder boden de feeën haar aan een jaar te blijven en alle 6 kamers schoon te maken. Maar denk eraan, ga niet de 7e kamer binnen. Het meisje ging akkoord. Elke dag werd ze wakker en maakte alle 6 kamers schoon. Maar al snel werd ze te nieuwsgierig en ging ze de 7e kamer binnen. Het was donker binnen. En in plaats van gouden en zilveren munten waren er kikkers en honingbijen. Ze staken haar zo hard dat ze overal bulten had. Zonder te wachten totdat de feeën terugkwamen, rende het meisje weg van het huis. Op de terugweg kwam ze de hond tegen die bedekt was in parels. Ze rende achter hem aan om een paar kettingen te grijpen, maar de hond was weg. Even verderop kwam ze de put tegen die ze weigerde schoon te maken. Terwijl ze zich bukte om het water te pakken, zakte het water diep weg buiten haar bereik. Even verderop kwam ze de oven tegen die ze geweigerd had te maken. Er lag vers brood en cake naast, maar toen het meisje probeerde het brood te raken, verbrandde het haar handen. Even verderop kwam ze de struik tegen waar ze geweigerd had te ploegen. Ze was erg dorstig, maar de struik weigerde haar iets te laten drinken. Een stukje verder kwam ze de boom tegen die ze had geweigerd te helpen. Het was vol met groene bladeren en verse peren.
Maar toen ze probeerde de peer te pakken, groeide de boom hoger en hoger en buiten haar bereik. Het meisje liep toen weg. Thuisgekomen wachtte haar moeder in de deuropening in de hoop goud en robijnen te zien. Maar haar dochter keerde terug, bedekt met blauwe plekken en smerige kleren. Zie je het nu? Luiheid brengt je helemaal niks. Alleen een nederig en eerlijk hart zal beloond worden. Voor jullie is nu geen plek meer in het huis. Jullie moeten gaan. De vrouw en dochter verlieten het huis. De vader en zijn ijverige dochter leefden toen nog lang en gelukkig.